Ik ben begonnen te programmeren toen ik 12 was op een ZX Spectrum. Dat is in dit geval een fantastisch apparaat. Zo, daar is nog klein, maar misschien net zo groot als deze computer. En je komt zoals je ziet met 1P al voor print op het scherm toveren. Dus je was een redelijk snel om je computerprogramma's te maken. En dat ging bij mij in eerste instantie niet verder dan 10 print, hallo, 20 code to 10. Maar later begon ik ook al wat met kleuren te experimenteren, hele eenvoudige computerprogramma's. En ik geloof dat ik een keer op een regenachtige zondagmiddag Yesterday heb overgepiept uit een boekje en dan kwam het achteraf. En dat was het dan. Zet ik de stroom eraf en ik had weer een dagje geprogrammeerd. Daarna deed de Atari zijn intrede. Die heb ik zelf gekocht, ik denk dat ik 15 was. En er zat slechts één floppy bij, namelijk GFA Basic. Dus ik kon maar één ding, namelijk programmeren. Dus in GFA Basic ben ik driftig gaan programmeren, voornamelijk grafische dingen. Dus cirkels die steeds kleiner werden, stuiterende balletjes, al dat soort zaken. En later programmeerde ik ook voor mijn wiskunde lessen een grafiekenprogramma waarin ik zelf als studentje of als leerling van de middelbare school een formule kon intypen en dan verscheen de curve op het scherm. Dat vond ik wel interessant. Dus ik had al een behoorlijke achtergrond met programmeren. Nou, de eerste stappen met algoritmische compositie heb ik gezet tijdens mijn studies inderdaad. En in eerste instantie was ik geüpgrade van GFA Basic naar Turbo C, een fantastische naam voor een compiler. En daar schreef ik in eerste instantie mijn eigen libraries in, mijn eigen kleine stukje software om klankjes te genereren. Dus helemaal vanaf nul opgebouwd. Die spoorgenerator die gebruikte ik in eerste instantie om geluiden uit te rekenen met behulp van C-Sound. C-Sound is ook zo'n soort programmeertaal om klanken en samples aan te sturen. En in eerste instantie heb ik daar een x aantal stukken mee gemaakt. Ik zal even een klein fragmentje laten horen van, volgens mij is het Orfeo, die ook volledig is gemaakt met dus Turbo C en C-Sound. Denk ik.
voornamelijk gaan puzzelen met reeksen, gaan puzzelen met getalletjes. Elk getal staat voor een instrument. Je ziet wat matrices waarin ik wat ben gaan permuteren. Gewoon kijk wat voor materiaal heb ik eigenlijk in handen. Af en toe voerde ik daar wat berekeningen op uit met behulp van Excel. Kan natuurlijk. Dit werd uiteindelijk de partituur voor mezelf, die ik als componist heb zitten intypen. Hierachter zat een interpreter, of een programma dat ik zelf had geschreven, die deze abstracte getallen en termen interpreteerde naar een partituur. Die partituur stopte ik in Unicode, nou ja, automatisch, dus letterlijk eens de druppel op de knop ging allerlei Unix-programma's werken, zodat daadwerkelijk een PDF, dit is dan niet helemaal, 30 pagina's, PDF uitkwam rollen, die ook nog gewoon leesbaar bleek te zijn. Ik hoefde daar verder niks meer aan te doen. Dat was ook mijn uitdaging. Dus ik kwam niet daarna nog een beetje gaan layouten. En ik wil die toch fortissimo, ik wil die toch een extra verbinding. Nee, alles moest, dat was gewoon mijn uitdaging, in die software zitten. Dus ik heb die software dusdanig geschreven, voor mezelf, als uitdaging, dat ik echt niks meer hoefde te doen aan layout. Plus het feit dat ik die komt. Waarvoor gebruik ik het nou? Algoritmes, het is voor mij een persoonlijke werkwijze geworden. Waarin ik mijn eigen algoritmes kan inzetten. Soms ga ik niet verder dan een muzikale rekenmachine, heel basaal. Maar soms gebruik ik het vooral voor dingen als de AC Toolbox. Het genereren en het testen van materiaal. Geef me al omkeringen van een bepaald akkoord. Hoe klinkt dat? Van het spelen eigenlijk met materiaal. Of ik heb een bepaalde telefoon, een globale gebaar dat ik probeer te vertalen naar een klank. En natuurlijk ook mezelf laten verrassen door wat de computer of wat de algoritme gegeven. Of eigenlijk laten uitdagen. Oei, dit is het. Nou, dan ga ik het hier maar mee doen. Oh ja, en op de vraag, wat doe je met je code? Die zet ik allemaal online. Iedereen kan het zien. Iedereen kan het gebruiken. Alleen, ja, of ze het ook doen, dat weet ik niet. Want ik heb het niet dusdanig geprogrammeerd dat echt iemand er ook mee aan de slag kan. Dat is heel persoonlijk. Maar hoe dan ook, als je wilt kun je het allemaal terugvinden.